Hey, hallo, we gaan even testen hoor, of alles goed werkt. Ik denk het haast wel. Als jullie mij goed horen, zouden jullie dan iets willen typen misschien? Gewoon even om te checken. Oh, super. Nou, dan gaan we lekker. Ik zal mezelf even laten zien. Ik ga alvast even de plooien. Oh ja, daar ben ik hoor. Het moet even allemaal weer goed naast elkaar gezet worden. Ik ga alvast even de plooien aangeven. Dus niet denken, ho, ze is al begonnen. Maar ik werk alvast dus gewoon een beetje voor. Top. Hey, hallo. Ik heb wat drinken gepakt, dus dat moet geen probleem worden vanavond. Oh, nou wat lief. Dankjewel. Ja, van het weekend ben maar even langs de kapper geweest. Ik was al zo lang eigenlijk niet geweest. Dus ik dacht, hop, chop, stuk eraf. Nou, wat gezellig, er komen steeds meer mensen bij. Ja, ik vond dit eigenlijk, dit model vond ik echt helemaal top. En top, top. Het was ook een wat ander model dan wat we eigenlijk gewend zijn, natuurlijk. En juist dat vind ik ook heel erg leuk hieraan. Dus vandaar dat ik dacht van, nou hè, laten we deze gewoon in elkaar gaan stikken. Hij is wel wat lastiger, maar we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Ik denk dat we wel een heel eind komen. Maar ja, nou, we gaan het gewoon zien. Ik moet ook even de werkbeschrijving erbij houden. Zoals je had ook geen introductiefilmpje. Nou, dat klopt, sorry. Het kwam er gewoon niet weg, niet meer van, simpelweg. Dus ik red het gewoon echt niet. Maar ik hoop. Oh, de honden gaan vliegen tekeer. Maar ik wou zeggen, ik hoop dat jullie er allemaal aan uit zijn gekomen met het uitknippen. En ja, noem het maar op. Dus ik ga vandaag ook kijken. Heel charmant. Ik heb al allemaal gekrast en gedaan. Ik heb mijn belegdeel heb ik al verstevigd. Dus dat is gebeurd. Dus we kunnen eigenlijk al gelijk door naar de plooilijnen. Ik weet niet hoe ver jullie al zijn gekomen met alles. Ik ga even de camera switchen. Kijk, dan zie je nog mijn bochtje liggen. Ja, ik wil nog even zeggen, ik heb, ja, superleuk. We hebben dus vorige week op de redactie van Bernina een hele workshop gehad. Echt, we hebben machines waar we mee mogen naaien. Ja, dat is echt de crème de la crème. En natuurlijk had ik ook een machine meegekregen voor hier, om hier mee te naaien. Maar ja, ik heb dus de lokmachine per ongeluk meegenomen. Dus het is weer één groot feest. Ik balen en doen, ik net. Ik kom hier natuurlijk aan. Ik laat alles netjes in de doos zitten. Want hoe langer het in de doos ligt, hoe veiliger het allemaal is, zeg maar. Dat het niet kwijtraakt en noem het maar op. Dus ik dacht, nou, dat ga ik pas op het moment suprême netjes uitpakken. Dan komt alles weer bij elkaar en blablabla. Ja, zit er een lokmachine in? Ik heb natuurlijk helemaal niet nagedacht over wat voor machine ik meenam. Oh. Ik hoorde iemand zeggen dat er achtergrondgeluid is. Nog steeds? Kan me haast niet voorstellen, namelijk. Nou ja.
Mochten meer mensen er last van hebben, geef maar een geel. Ik hoop het niet. Oké, hier staat stiklijn plooi 1, stiklijn plooi 1. We beginnen natuurlijk eventjes met een knipje te zetten bij alle belangrijke punten. En mijn tip, altijd bij plooilijnen, is hou je patroon er gewoon even bij. We hebben een mouwinzet. Het is natuurlijk heel belangrijk dat dat knipje hier zo gegeven wordt. Hier in de zijnaad, ik moet ook af en toe even kijken of jullie mij nog zien. Hier in de zijnaad hebben we een knipje. En mocht jij boord willen gaan stikken, ik hou niet zo van zo'n ribboordje aan de onderkant. Maar mocht je dat wel zelf willen gaan doen, dan zou ik hier onderin ook nog eventjes een knipje zetten. Want dat is toch makkelijk bij het rondom verdelen van je bord. Oké. Komt ie dan. De plooien zijn dichtgestikt. En je ziet dus stiklijn plooi 1, stiklijn plooi 1. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. In het midden staat een knipje. En deze lijn leggen we dus op deze lijn. Nou, we moeten natuurlijk wel tot de juiste lengte de plooi dichtstikken. Dus wat ik dan even doe, is zo'n speldje er weer achter. Dat doe ik ook vaak natuurlijk bij de figuurnaden. Dan kijk ik mijn choppelkeur om zo even langs achter er doorheen. Dit eraf. En dan haal je dus je patronen vanaf. Nou, dan zie je dus hoe dat allemaal zichzelf een beetje ontwikkelt. Ik ga hier nog even een speldje erin doen van boven naar beneden. En daar ook van boven naar beneden. Misschien hebben de meesten van jullie dit al lang voorbereid. Dat is natuurlijk alleen maar goed. Maar dan ga ik heel voorzichtig. Niets die speltjes eruit laten gaan. Ik heb ook zo'n lekker transparant stofje. Ik dacht hartstikke leuk voor de kerst. Maar dan is het dus de bedoeling dat we die stiklijn op elkaar gaan zetten. Nou, in dit geval even kijken hoor. Ik heb het zelf misschien gewoon ook fout. Soms is het gewoon even makkelijk om dit erbij te houden. Deze. Kijk, stikplooilijn. Laat het even zien aan de hand van papier. Want ik denk dat dat voor jullie thuis ook net even wat duidelijker is. Die vouw je dus. Hop. Hop. Chop. Zo dicht. En wat je dan ziet, is dat hierboven nog wat ruimte overblijft. Maar je ziet ook dat die schoudernaad eigenlijk heel mooi recht doorloopt. En om het zeker te weten dat je dit goed doet, pak ik ook altijd nog heel eventjes het achterpand. En dan kijk ik, sluit dit allemaal netjes aan. Ja, dit sluit natuurlijk perfect aan. Dus dan weet ik, ik heb hem goed gedaan. Top! Dus we hebben dit voorbeeld. We weten dat hier dit knipje dus op dit knipje moet. Ik weet dat mijn spelden dus nu weer op elkaar aan moeten sluiten. Dat doet hij. En ik kan dus in die naad, want de plooi is dicht gestikt, kan ik dus mijn speldjes gaan zetten.
Zo. Leg hem er even naast. Hier. Ja, je ziet het wel. Ik zit even te denken, zien jullie er überhaupt iets van? Nou ja, je ziet het. Dus dit is zo meteen de naad die ik dicht ga stikken van die plooi. Van daar naar daar. Nou, die kunnen we natuurlijk dan ook gelijk aan de overkant, dus aan de andere kant zetten. Ik wil niet met mijn hoofd ervoor zitten, dus ik moet eventjes naar achter. Nou, ik vind het heel leuk. Ja, ik ben helemaal blij met het stofje. Heb je soms, hè, dat je denkt, oh, leuk. Zo. Die weer op elkaar. Helemaal top. En ook dit stik ik dan weer. Uit mijn hoofd gezegd is die plooi 3 centimeter. Ik heb hier zo'n maatje liggen. Ja, dit klopt precies. En hier klopt die ook helemaal precies. De volgende stap is dus die plooien even dichtstikken. En wanneer je dat hebt gedaan, kun je eigenlijk gelijk door naar de plooien van de mouw. Want die zijn natuurlijk ook... op dezelfde manier eigenlijk weergegeven. Ja. Dus dat kun je ook alvast doen. Ik ga het zo meteen natuurlijk ook doen, maar misschien ben jij veel sneller thuis dan dat ik ben. Zo. Ik stik trouwens met wit garen. Niet omdat ik het mooi vind, maar natuurlijk omdat jullie het dan goed kunnen zien. Dus niet denken van, wat zijn er meer? Maar dit is een bewuste keuze. Ik heb een wat dunner stofje en dan merk je ook gelijk even dat je moet wennen. Kijk ook altijd, als jij ook thuis een dunner stofje hebt... De goede naald gebruikt. Oh Monique, waarom? Ja, zodat jullie het goed kunnen zien. Alleen daarom. Maar ik moet zeggen, je ziet het niet. Ja, je ziet het amper. Het witte stiksel. Een strijkijzer aan. Kijk ook nu weer wat voor kwaliteit stof je hebt. Heb je nou een wat dunner stofje? Hou dan ook natuurlijk rekening met het feit dat het zomaar kan zijn dat je dan ook op een lagere temperatuur moet strijken. Ik zit even te denken, waar gaan we de plooien naartoe vouwen? Als dat niet in de tekst staat, dan moeten we natuurlijk zelf een keuze maken. En dat kunnen wij, als de beste. Oh ja, ik zie het al. Nou, het is een boksplooitje die we ervan maken. En wat is een boksplooi? Of een stolplooi? Wat is het trouwens? Je verdeelt dus zowel links als rechts de ruimte van de plooi. Waardoor die er zo...
uit komt te zien. Kijk, dat is wel het fijne aan dat transparante stofje nu. Dan zie je precies wat ik aan het doen ben. Snappen jullie? Dus een naad leg je in het midden van je gestikte plooi. Oh. Oké, Monique. Ik zie hem al. Ja, wat ik zelf altijd doe, het is, misschien is het helemaal niet nodig, maar ik vind het gewoon ontzettend fijn om, om hem dan gewoon even een speldje te geven, zodat ik zeker weet dat hij goed blijft liggen. Doe ik dan iets verder van de naad. Geef ik hem hier nog eentje. Het is natuurlijk een dunnere stof, dus pas wel op. Niet dat je haken in je werk maakt, per ongeluk. Het is natuurlijk wel een levensgevaarlijk hoekje. Dat strijkijzer niet gekregen. Kijk, hoppa, zit hij alweer in. Ja, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om hem om te draaien. Ja, daar kun je nu misschien niet meer voor kiezen. Maar... dat dit... wordt, dan krijg je gewoon een wat dikkere lijn aan de bovenkant. Nou, top. Dat zit er ook alweer in. Ik denk dat de volgende stap is de zijnaden. Oh nee, de mouw. Nou, de mouw. We gaan eerst de mouw doen. Oké. Dit parkeer ik dan weer eventjes aan de kant. Ja, voor mij kan ik het dus best goed zien. Want er zitten dit is de goede kant, heeft een bolletje. Maar ik laat wel zien hoe of wat. Ik geef een geel aan welke kant ik nu aan het werken ben. Oh, speltjes, saté. Ik zal even meten hoe lang het is. Die plooien zitten op 11,5 centimeter. 11. Heb ik hier al knipjes in gemaakt? Ik heb hier al knipjes in gemaakt. Jij thuis misschien ook? Dat weet ik niet. Ik vergeet niet. Voorkant van de mouw, achterkant van de mouw, wel even dat knipje te zetten. Super belangrijk namelijk. Bij het inzetten van de mouw. Ik zal proberen om even de camera uit te zoomen. Oh. Als je deze plooi niet wil, dan moet de plooi toch altijd naar buiten. Die snap ik even niet, Henny. Als je de plooi niet wil, dan kun je er in principe gewoon helemaal vouwen. De mouw, zoals je wil. En dan vouw je de plooi er gewoon uit, als het ware. Dus zoals ik net voordeed met het patroon. Kun je het er gewoon uitvouwen. Ik werk nu dus aan de goede kant van de stof. Kijk, en ik hou gewoon even het patroon er dichtbij.
Oh, ik moet even goed spieken. Ja, de stof die ik openvouw zit aan de binnenkant. Aan de buitenkant zat bij mij mijn naad. Ik werk nu op de goede kant van mijn stof. Dus dit knipje gaat naar daar. En dat klopt ook als je hem openvouwt, want dan zit die naad weer mooi zo in het midden. Maar ik ga het je laten zien. Die gaat dus naar daar. Dus wat jullie nu zien is de goede kant van de stof. Zo. Zo. En zo meteen ga ik natuurlijk de rest allemaal eventjes in. Nou, dan hebben we het volgende knipje. Dat zit dus hier. En die gaat dus weer naar het midden. Ik ga het even aan je laten zien hier op het papier. Die gaat dus naar binnen. En vouw ook gewoon echt je patroon mee. Ook al wordt het misschien een beetje een rommeltje. Het is altijd goed om dat voor je te zien, hè, dit soort dingen. Zo'n glibberig stofje. Ik heb best wel moeite met het gewoon plat te houden, moet ik eerlijk zeggen. Daar. Overheen. Je moet het gewoon eventjes goed zien. En je moet eventjes goed vouwen met je patroondelen. En je kan wel naar dit scherm kijken, maar ik denk dat je op dit moment meer wijsheid haalt uit je patroon. Dus kijk goed ernaar wat je moet doen. Of wat er gebeurt als je het vouwt. Je moet het natuurlijk gewoon maar zien ontstaan.
helemaal even gefocust ben ik bezig. Ik zit hier in het midden, vind ik het nog niet goed centraal zitten. Vind je nou ook, net zoals bij mij, als je naar je eigen model kijkt, dat je denkt, oh, mijn plooi zit helemaal niet mooi in het midden. Dan kun je natuurlijk het beste eerst even die buitenste twee stikken. En als je die hebt gestikt, dan pas de binnenste spelden. Dus dat is nog even een tip. 11 centimeter moest die gestikt worden, dus ik ga ze nu stikken. Alleen de buitenste twee en dan ga ik daarna nog een keer de binnenste even checken. We hebben natuurlijk twee mouwen, wel heel gedoe weer. Maar... Die, het meelint ernaast. Kijk, ik heb die plooien nu dus gestikt, de buitenste plooien. Dan ga ik ze even strijken, de goede kant op. Dan haal ik die spelden vanaf het midden er alvast even uit. Strijk nu dus mijn plooien op de verkeerde kant van de stof. Waarom? Simpelweg zodat ik het even goed kan zien allemaal. Zo, dat is 1. En dat is 2. Ik weet het allemaal niet. Ja, nou, dat is prima. Nou, en dan moet die laatste plooi nog in gemaakt worden. Het is precies in het midden van die twee. Nou, we moeten nog zo'n hele mouw doen. Maar goed, hè. Als we die maar even gedaan hebben, dan zit het wel weer goed. En die stikken dan ook weer op 3 centimeter. Oh.
Ik zit niet op te letten. Ik heb de plooi namelijk de foute kant op gestikt. Gespeld net. Dat is niet zo slim natuurlijk. Hop, saté. Nou, hè? Oh god. Zo. Mats plat. Weer eventjes onder de strijkplank. Ik laat die witte draden gewoon nog maar even aanzetten. Gewoon puur en alleen om de vaart erin te houden. Zo. Dat is één. Ik leg hem netjes weg en nu kunnen we dus ook de andere gaan doen. Dit is eigenlijk allemaal het meeste werk nu natuurlijk, hè, die voorbereidingen. Want als je straks eenmaal... Ik moet even opletten natuurlijk, dat ik wel de goede kant op. Als je dit straks er allemaal in hebt zitten, dan is het natuurlijk zo gepiept. Want dan is het een kwestie van zijnaden, schoudernaden. We hebben natuurlijk wel dat hele leuke striklintje. Even netjes inleggen alvast. En in het midden. Nu ook heel simpel een speldje geven op die 3 centimeter. Zo. Nou, dat ging een heel stuk sneller. Maar het is natuurlijk belangrijk om even te laten zien hoe je dit allemaal het beste kunt aanpakken. Kijk ook altijd even op je machine, op je steekplaatje van hey, waar zit mijn 3 centimeter? Vergeet niet te meten dat je de plooien allemaal ongeveer even die maakt.
We hebben nog één plooitje. En ze zitten er weer in. De strijkijzer ga ik dus weer gewoon eens plooien. Goed instrijken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de plooien echt 3 cm diep zijn, want anders gaat straks de mouw er niet meer in passen. Dus meet dat echt goed uit. Het is natuurlijk ook super leuk om dit gewoon allemaal een beetje aan te rimpelen. Zo'n mouwtje. Dan krijg je een heel ander effect, maar toch wat volume. Zo, laatste plaats. Ze zitten erin. Professorisch hier weggezet door mij. Nou, die mouwen kunnen we dan even parkeren. Super fijn. Heb je nou wat bredere bovenarmen, dan kun je natuurlijk ook die plooi minder diep erin stikken. Gewoon even een tip voor als je wat bredere bovenarmen hebt. Ik heb bijvoorbeeld wat bredere bovenarmen. En dan is dat wel net zo makkelijk om daarvoor te kiezen. Zo. Ik ga nu het voorpand stikken. Dit is de goede kant van de stof. Bij mijn achterpand zet ik alvast even knipjes. In het midden achter zet ik een knipje. Ik heb natuurlijk bij het armschat heb ik 2 knipjes. Goed in de gaten houden natuurlijk. Zijnaam nog een knipje. En mocht jij een boordje willen stikken, dan kun je ook hier onderin een klein knipje geven. Zo. Ik leg dus de goede kanten op elkaar. En ik speld mijn schoudernaden en mijn zijnaden op elkaar. Ik denk dat het jullie wel lukt. Dan ga ik heel eventjes dat op mijn grote tafel doen. Want hier krijg ik last van mijn rug. Als ik erboven moet hangen. Nou, Foekje, ik heb er wel een klein maatje gemaakt. Ik dacht, nou hè. Laten we het gewoon eens proberen. Wie weet past die wel. Hartstikke leuk. Dus ik wilde hem deze keer eigenlijk wel voor mezelf maken. In eerste instantie wilde ik hem voor mijn moeder maken. Maar toen had ik al een klein maatje uitgeknipt. Dus toen dacht ik, ja, jammer dan. Volgende ronde nieuwe kansen.
Het is natuurlijk wel, kijk, ik heb nu zo'n heel dun stofje, en misschien jij thuis ook wel. Maar kijk eventjes of je dit stofje dan ook echt, als je een dun stofje hebt, of je niet even moet lokken. Ik zou dan gewoon de naden samen aflokken. Ik doe dat natuurlijk niet, want anders zijn we hier morgen nog. Maar ik adviseer je wel om dat tussendoor eventjes te doen. Of het even samen af te zigzaggen. Misschien ben je wel ijverig en heb je zoiets van, oh, ik ga alles met een Engelse naad stikken. Kan ook. Mij niet gezien, maar wel heel mooi. Zeker bij zo'n blouse als dit. Oh, Claudia zegt eerst beleg. Moet ik even spieken? Ik ga gewoon op die schoudernaden doorheen ratsen. Misschien doe ik het er allemaal. Ben ik niet on track? Ach, je hebt helemaal gelijk. Eerst het beleg. Scherp. Nou, laat ik dat ding... Dikkie. Laat één zijn dat er was gespeld. Oh, wat slecht. Ik ben helemaal niet bij met mijn kopie. Maar goed, dan gaan we even weer terug naar de andere kant. Want er heeft een splitje midden voor. Zag ik staan. Moet ik even spieken op het patroon. Ja, het heeft een klein splitje. Nou, maar dat kunnen wij ook gewoon. Het beleg hebben we natuurlijk allemaal verstevigd. Dat is hartstikke fijn. Het scheelt veel werk. Dus we gaan het beleg alvast opleggen. Dat ligt heel netjes door. Dankjewel, Claudia. Scherp. Ik zeg wel dat ik zelf met een gebruiksaanwijzing meelees, maar gebeurt helemaal niet. Hier staat, geef de splitlijn C op de verkeerde kant van het voorpand aan. Leg het beleg voorpand B op de splitlijn C van het voorpand. Nou, ik ga het je veel makkelijker uitleggen. We hebben dit er precies op elkaar nu zitten. Hè? Kijk, hier er kan echt geen spel meer tussen. Dat zit als de grote. Dan pak ik gewoon eventjes hier mijn pandje. En wat ik dan zie... Nou, heel veel spel op de grond, dat is wat ik zie. Dit is het midden, hè? Zo. Zo. En hier stopt dus dat beleg. Wat ze dus van mij vragen... is dat ik aan weerszijde, en dan ga ik eventjes een ander speldje gebruiken, want ik vind kopspelden altijd heel fijn. Behalve bij dit. Ik ga namelijk kort lang stikken. En dan wil ik even een plat speld. Dat werkt net even wat lekker. En wat we nu dus gaan doen, is we gaan dit beleg stikken. En hoe doe je dat? We beginnen hier. Ik hoop dat jullie het allemaal goed zien. Op een centimeter. Voep, 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 voep. Oh, dan komen we hierbij. En 0,3 centimeter, dus 3 millimeter voor deze speld, laten we onze naald in de stof staan en gaan we hier langs. Hop, 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 hop. Gaan we naar een puntje toe, tot het einde van het splitje, dat is hier. Nou, dan laten we onze naald er weer in staan. Gaan we het hoekje om, gaan we weer hier 0,3 vandaan. Stoppen we een centimeter ervoor en dan gaan we dit afstikken. Volgen jullie hem? Ik denk het wel.
natuurlijk. Ja. Nou. Daar gaan we dan. Splitbelegje is gelukkig niet het moeilijkste. Oh. Ja, daar ben ik. Centimeter van de kant stik ik. Netjes de bocht mee om. Oh, en dan kom ik dus 3 mm voor dat stik, voor het splitlijntje aan. Daar ben ik nu. Laat de naald erin staan. Ik doe mijn... Oh, ben ik afgelopen dagen met heel veel verschillende machines gewerkt. Dus af en toe is het een beetje... Ben ik het een beetje kwijt. En dan gaan we dus 0,3. Er vanaf gaan we naar beneden. Op. En dan gaan we dus heel rustig naar het einde van het split. En dan laten we onze naald weer erin staan op dat puntje. Dan gooien we hem om. Nou, en dan gaan we weer terug. En dit kun je echt gewoon op je dode gemak doen. Want het is hartstikke mooi als het allemaal exact uitkomt. Tot dusver gebeurt dat bij mij in ieder geval nog wel. Ik hoop bij jullie thuis ook. Yes. Kijk, dit is nou wat ik net heb gestikt. Ik hoop dat het bij jullie hetzelfde is. Ik kan even inzoomen. Oh, dat is een foute knop. Dit is wat ik zie. En wat ik dan ga doen is ik ga inknippen. Dus ik knip tussen dat stiksel. Knip ik het in, een paar millimeter. Dan is het eigenlijk een kwestie van, je kunt nog eventjes het beleg doorstikken. Dat zou ik eigenlijk wel doen, overigens, omdat het er gewoon echt mooier uitziet. Nou, hoe je dat doet. Je strijkt dus het beleg en dat moet dan echt zonder... Hoe heet het? Zonder stoom natuurlijk, want we hebben het gestevigd. Oh, nu zien we helemaal niks. Zo. Wat ik altijd doe, is ik strijk zeg maar gewoon zo tegen de naad aan. Simpelweg omdat ik dan ook geen valse vouwen erin kan strijken. En ik vind het altijd net even wat lekkerder werken. Natuurlijk zo meteen wel dat lelijke naadje. Nu hebben we hier een hoekje. Die kunnen we natuurlijk mooi schuin afknippen. Want die ruimte hebben we helemaal niet nodig. En wat je nu doet is je vouwt beleg. Vouw je op de naden.
Dus wat je dan hebt is je naad en je beleg. En dat ga je dan smal op de kant doorstikken. Aan deze kant. Dus je stikt smal op de kant op je beleg stik je door. En nu ga je zo meteen ook zien, dat is een bocht. Dus je hebt wat ruimte nodig. En die ruimte die gaan we natuurlijk zo helemaal geven. Ik weet niet of je echt tot het hoekje komt, maar je kunt in ieder geval wel zo ver mogelijk komen. Ja, Ella. Nou, ik denk dat we het ongeveer tegelijkertijd erover zullen hebben. Erover hebben gehad. Ik zie die vraag namelijk nu pas. Wat ik altijd doe, is ik geef die. Oh, is helemaal uitgeschreven. Ik geef die knipjes altijd echt pas als laatst. En dat doe ik puur en alleen, zodat ik geen fouten kan maken. Soms heb je wel eens dat je... Soms heb je wel eens dat je per ongeluk te vet doorknipt of weet ik veel wat. Wat er allemaal kan gebeuren, maar dat je in je naad knipt of noem maar op. Nou, ik denk altijd, als ik aan het einde die knipjes geef, dan kan ik ook niks verpesten. Ik heb het nu aan één kant heb ik het doorgestikt. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk, ik heb het aan één kant hier nu doorgestikt. En als ik nu pas die knipjes geef, dan weet ik dus ook zeker. Zie je, omdat ik natuurlijk dat stiksel daar heb gegeven, weet ik nu dus zeker dat ik niks kan verpesten. Ik kan niet meer te ver doorknippen. Kijk, en nu heb ik gelijk die ruimte die je nodig heeft. Dus vandaar dat ik eigenlijk die knipjes altijd pas als laatst geef. Het is gewoon een trucje vanuit mij. Nou, ik heb in ieder geval een heel fragiel stofje. Dat is één ding wat zeker is. Het splitje zit hier goed in. Dan ga ik de andere kant eventjes het beleg doorstikken. Ja, ik ga nu de andere kant doorstikken en dan ga ik het knippen laten zien, inderdaad. Dan zal ik hem een beetje inzoomen. Ik heb nu natuurlijk de knipjes al gegeven, dus dat heeft geen zin meer. Nou, Jacqueline, ik heb hem gestikt. Komt hij dan? De knipjes. Kijk, hier zie je dus goed dat hij is doorgestikt. Ik ga hem even... Oh, dan moet je natuurlijk wel die camera er ook op zetten. Dat is natuurlijk wel slim. Hier zie je goed dat hij is doorgestikt, zo. En hier zie je dus... Hier ga ik dan de knipjes geven. Ik laat het altijd... Je kunt de knipjes aan deze kant geven, van de andere kant maakt niet uit. Ik laat het hier wel eventjes zien, zodat je het iets beter ziet. Dus ik geef die knipjes. Maar omdat ik nu dat stiksel al heb, zeg maar dat extra stiksel al heb gegeven, zit ik altijd safe. Want als ik door dat stiksel, zeg maar, waar je je beleg mee doorsteekt, als ik hem daar
ongeluk doorknip, ja, dat zou jammer zijn. Maar dat betekent niet dat mijn werkje is geruineerd, zeg maar. Maar anders wel. Heb je het goed gezien? Ik denk het wel. Nog even kijken, diepjes. Dus dit is hier het splitje aan deze kant en dit zijn de kiepjes. En wanneer ik dit dus omdraai, dan ga je gewoon zien dat die knipjes gelijk helemaal mooi tot zijn recht komen. Een strijkje erover. Als je vindt dat het nog iets te veel trekt of zo, dan kun je natuurlijk nog een extra knipje zetten. Hey Sylvia! Nou, beter laat dan nooit, Sylvia. Hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Strijk het eventjes nog mooi plat. We hebben hier natuurlijk het spelletje erin gedaan. Opzetten. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om het beleg nog even vast te zetten. Je ziet nu al mijn witte draadje op de heen. Maar je ziet ook dat het er eigenlijk keurig netjes zo uitziet. Hier kun je nog zo bevestigen eventueel. Mocht het nodig zijn. Ik geef hieronder even een speldje. Nou, en nu zit dat beleg erin, Claudia. Oh. En daar gaan we dan. Want na het beleg gaan we dus de schoudernaden op elkaar stikken. Dus nu gaan we hem wel gewoon. Even zitten. Het kan natuurlijk al één zijn na het snel gespeld. En ja, nu wij dus gelijk natuurlijk die schoudernaden zo meteen gaan stikken, zit dat beleg ook gewoon gelijk vastgestikt. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Dus vandaar ook deze werkvolgorde. Beleg kun je nu mooi mee vaststikken in die naad. Nou, de speldjes glijden even snel uit de stof als in de stof. En het kan zijn dat natuurlijk met het vlieseline, het is belangrijk, laat ik het zo zeggen, om voordat je eigenlijk je vlieseline stikt, om echt even gewoon je stof in te krimpen. Want wat je dus vaak ziet, ik had het een paar dagen geleden ook, was ik gewoon met katoen bezig, pitje katoen, voor de Knip Academy, een nieuwe cursus waren we aan het filmen. En heel stom, maar dan denk je, oh, even snel. Ik ga voordoen hoe je een beleg stikt. En dan ben je daarmee bezig en dan krimp je je stof niet in, zeg maar, van tevoren. En wat je dan merkt, is dat je dan heel netjes je beleg eigenlijk op hebt. Dan ben je dat aan het voordoen en dan op een gegeven moment kom je bij die stap natuurlijk dat je je beleg aan je panden moet stikken. En dan merk je gewoon dat dat katoen helemaal gekrompen is. Doordat jij natuurlijk dat katoen helemaal niet ingekrompen hebt van tevoren. Dus wat je dan gaat zien is dat je belegpatroondelen kleiner worden. Puur en alleen omdat het inkrimpt. Het wordt dan weer kleiner dan je panden van de buitenkant. En dit is ook weer typisch een goed voorbeeld van
probeer echt van tevoren je stof in te krimpen. Want mocht die nog gaan krimpen, dan ga je nu bijvoorbeeld merken dat die schoudernaadjes niet lekker helemaal op elkaar zitten. Of dan zie je dat die neklijn wat net wat gestikt is, dat het ook niet helemaal lekker zit. Vandaag is Fabla. Het achterpand heeft geen beleg. In dit geval. Zeg ik toch goed? Ja, het heeft geen beleg. Het staat in ieder geval niet op het patroon. Nee, het achterpand heeft geen beleg. Dus nu kun je gewoon in de zijnaad, of in de schoudernaden, sorry, kun je het gewoon vaststikken. Je beleg. Nou, ik ga gewoon op een centimeter stikken. Die zijnaden en die schoudernaden. En een tip van mij, ik ga het niet doen, maar hecht eventjes je naden, of werk je naden even samen af, nadat je de zijnaad en de schoudernaad hebt gestikt. Dus werk ze samen even af, of het nou is met een zigzag, of met een flauwe, of een loksteek, of weet ik, het maakt niet uit. Maar dat ze gewoon even niet meer rafelen, want mijn stof rafelt echt als een gekkie. Dus je kunt het jezelf gewoon net wat makkelijker maken door tussendoor eventjes hop. Samen onder die lok of onder. Gewoon even een flauwe zigzag erover. Kijk ook nog even of die plooi goed ligt, die we erin hebben gestreken. Ja, Sandra, zeker weten, alles van tevoren lokken kan zeker weten ook. Even kijken of dat nog goed gaat. Ik vraag me ook eigenlijk af, hoeveel van jullie hebben allemaal een lokmachine thuis? Want het leek mij dus ook heel leuk om een keertje gewoon een daar iets mee te doen. Dat we gewoon lekker lokken. Dit is allemaal netjes gestikt. Ik ga nog even de naadjes mooi openstrijken. Ik kan het heel makkelijk plaatsen. Ja hoor. Voor jullie, wat ik wel mee wil geven is, je kunt ze natuurlijk vrij samen aflokken. Maar ik ben altijd wel echt een liefhebber van, ook al ga je het samen aflokken in één rits of zigzaggen. Ik noem het even lokken, maar weet natuurlijk ook, je kan met een zigzag. Ik ben er altijd fan van om eerst die naden open te strijken en dan strijk je ze maar weer dicht naar de rand. Maar dan merk je gewoon dat dat echt een mooi effect geeft op je naad. Dat die helemaal mooi open is gestrikt. Dan mooi met de punt doen.
dus buiten doen. Kijk, dit ziet er allemaal prima uit. En al die witte draadjes worden echt spuugleuk zo. We zijn al een heel eind. We hebben nu al een top. Dus die hebben we. Ik ga hem even wegleggen. In ieder geval, de snijplank hebben we even. Dus zo. We zijn natuurlijk nu al best wel een eind. We zijn ook al wel even onderweg. Maar het begint er al wel steeds netter uit te zien. Echt al een topje is het nu. Claudia, mijn assistente. Nee, grapje. We gaan nu dus... Wat staat er? Die panden hebben gestikt. Halsbies met strik. Gaan we doen. Dus zorg dat aan weerszijden van het split 55 centimeter voor de strik uitsteekt. Stik de hals naar de D. Nou, ik heb eigenlijk misschien wel een makkelijk iets. Het is natuurlijk een hele lange rits. Wat ik eigenlijk wil doen, is een ander hulpmiddel. Ik heb natuurlijk hier zo een knippie. En aan de overkant heb ik een knippie. En die komen dus uiteindelijk op elkaar. Dat is, dus die zouden op elkaar moeten komen. Ik wil hier voor eerst even het midden. Nou, een lokmachine is dus iets wat eigenlijk de naden aflokt. Er zit een mesje aan. En dat is het grote verschil met een kofferlok. Bij een kofferlok zit dus geen mesje. Dus dan kun je bijvoorbeeld sierstiksels maken. En noem het maar op. Zonder mesje. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. Een kofferlok heeft geen mes. En een lok heeft wel een mes. Dit is de middenachter. Dan weet ik straks. Ik doe dit even heel snel, hè. Hou hem langs die halslijn. Om precies te zien waar ik moet stoppen. Je kan natuurlijk ook uitmeten. Dan kan ik ook zeggen. Tot hier. Speldje even zetten. Dus 1. Dan heb ik hem weer achter. Dan kan ik nu eens weer heel makkelijk die andere kant bepalen. En misschien is het. Denk ik wel voor jullie nu wel een beetje abracadabra. Ik ben dus nu dat punt aan het uitmeten. Ik weet nu dus dat dit stuk striklint is en dit stuk is striklint. En daartussen heb je mijn beleg. Dus wat ik nu ga doen, dus hier even een knipje zetten. En ik ga dus de goede kanten op elkaar leggen. En wat ik vervolgens doe, is ik speld dus die goede kanten op elkaar. Van hier naar het uiteinde. En dan doe ik dus ook vanaf die andere kant die we net gespeld hebben. Naar het uiteinde.
is dat een speciale schaar. Deze? Nee, ik vind hem gewoon mooi. Dit is een klein kleermakerschaartje. Dit kun je dus de draadjes mee afknippen. Een spelden erbij. Oh, kijk, het beweegt allemaal. Klein is gewoon een kleine draadjesknipper eigenlijk. Dus dat is gewoon heel makkelijk. Of ja, stel je kan je toormesje niet vinden. Omdat hij zo'n kleine punt heeft. Is het ook, zou je er eventueel ook nog een stiksel mee uit kunnen halen. Ja, nou ik ging er dus eigenlijk vanuit dat er wel een laagje dunne vlieseline in had moeten zitten. Maar toen ik het ging kijken is dat niet gebeurd. Dus vandaar dat ik ook dacht, ja oké, dan niet. Dan geen vlieseline. Maar ik wil het je eigenlijk wel adviseren, ja, want het staat wel net iets mooier. Ik zit te kijken, nee, het is gewoon recht aan het uiteinde. Het heeft geen hoekje of iets dergelijks. Dus ja, nu kunnen we dus gewoon gaan spelden. Zo. Dus ik stik zo meteen dit natuurlijk ook nog hier. Dus ik begin hier. Ga ik zo het hoekje om. Oops. Ga ik zo het hoekje om. Bom, 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 bom. Tot hier. Pauzeer ik. Want dit gaat namelijk in die kraag. Kijk, en dan kom ik hier weer verder. En dan kunnen we hier weer verder gaan spelden. Mocht je dus een dun laagje vlieseline willen strijken, dan kan dat van tevoren. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, hé, ik stik het eerst. En dan heb ik hem al op de helft. En dan knip ik mijn vlieseline erop. Pas uit. Zo. Nu gaan we nog even natuurlijk het hoekje om. Zo. Nou, die gaan al stikken. Vergeet niet echt niet om dit deel open te houden in het midden. Laat in het hoekje gewoon eventjes je naald in de stof staan. Oh, ja. Oh, jullie zien mij helemaal niet. Ja, ben ik weer. Ja, dat is in de kraag zou ik hem dan alleen inderdaad doen, maar dan ga je dat weer wel zien. Ik denk dat daarom ook de keuze is gemaakt om geen vlieseline erin te doen. Omdat het natuurlijk ook een transparante stof is. In ieder geval, ik gebruik een transparante stof. En het is wel mooi dat die strik hier vooraan gewoon lekker mooi vloeiend valt. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom er uiteindelijk gekozen is om geen vlieseline erin te doen. Omdat je dat dan natuurlijk ook aan de buitenkant gaat zien. Dus ik vind het lastig. Sowieso dan in het kraakje inderdaad, aan de achterkant. Maar het strik wil je wel weer losjes hebben. Maar ik weet niet hoe ver je bent, maar anders kijken we zo even hoe die strik van mij valt zonder vlieseline. Dan heb ik gelijk een goed voorbeeld. Is dat misschien een idee? Nou, die heb ik afgewerkt.
bij het hoekje. Naald erin laten staan. Hop. En ik ben er nu omheen. Ja. Dan zijn we weer hier. Kijk. Knip de hoekjes af. Dus hieronder knip je het schuin af. En dit hoekje knip je schuin af. Dit doe je ook voor de andere kant. Schuin. Die onderin ook schuin. Pak ik weer mijn strijkplankje. Strijk bout aan. En dan gaan we dus omdraaien. Nou, het is een wat breder bandje, dus het kan makkelijk. Pak ik mijn strijkbout. Je ziet ook dat de draadspanning iets strak staat. Stof. Misschien krijg ik het wel uitgestoken. Hoekje netjes. Hier moet je even wringen. Zo, dat is de ene kant. De andere kant ook netjes strijken. Ik denk dat jullie horen wat er aan de hand is. Oh. Ja, mijn water is op. Uitstrijd. Dus ik mag eigenlijk niet meer stomen. Nah. Oh, nu stopt hij ook gewoon. Hij stoomt niet meer. Duidelijk. Zo. Nou, dat is allemaal netjes gestreken. Hoppasatee. Strijkplankje weg. Ja, het is dus gewoon een hele dunne, ik denk dat het viscose is. Het is zo'n fijn stofje dit. Het is echt top. Even spieken. Oh, sorry. Hoe doen zij hier zo nu weer de... Oh, we zijn alweer lekker bezig. Het is al 9:15. Ja. Het is natuurlijk het mooiste om zo meteen het aan de buitenkant te moeten doorstikken. Nee, dat is niet waar. Ja, aan de buitenkant wil ik een mooiste naad hebben. Dus kijk even goed hoe ik hem leg. Ik leg mijn top zo. En dan leg ik hier heb ik het hoekje. Van het striplint. Oh, shippies. Heb ik het nou fout gedaan? Wat denken jullie?
jeetje, mineetje. Oh, vind ik dit vervelend. Ik weet niet of jullie het ook zien. Zijn jullie op dezelfde golflengte als ik nu? Ik heb namelijk hier, wil ik dit aanstikken. En ik denk, ja, maar dit heb ik al helemaal afgewerkt. Dus daar hoeft toch helemaal niks aan vastgestikt te worden. Jammer hè, dat ik het model niet meer bij de hand heb. Nou, ik denk dat jullie hem nog niet zo ver zijn. Ik heb dus nu dit hier, jammer genoeg, niet goed gedaan. Want dit is natuurlijk nu al afgewerkt. Nu zijn er verschillende opties. Optie 1 is natuurlijk dat we het strik tot de schoudernaad stikken. Optie 2 is dat we het weer even loshalen, een stukje. Optie 3 is dat we het gewoon over de halsrand heen stikken. Ik kies voor optie 1, het achterste van de halsrand. En wat ik dan doe, is ik leg dus de goede kanten op elkaar. Ik leg het knipje van mijn middenachternaad op het knipje van de halspies. En dan ga ik hem spelden. Wat je dan dus ziet, is dat die strik nog wel een stukje verder dichtgestikt mag worden. Dus ik zet even een speldje tot waar dat nog gedaan mag worden. Zo. En dat doe ik dus ook voor de andere kant. En dan gaan we dus nog een klein stukje verder heel simpel dichtstikken. Ze hebben dat natuurlijk netjes gestreken net. Nou, haal het nog eventjes weer eruit. Hoeft niet helemaal, je kunt ook gewoon zo een stukje in laten zitten. Kijk, hier weer zo. Dat is de ene kant. En dat doen we dus ook aan de andere kant. En we kunnen natuurlijk altijd met een handsteekje straks nog super netjes in die naad aan de halsnaad vastzetten, zodat je helemaal geen verschil meer ziet. Ik denk wel overigens ook dat het wat mooier is dat hij niet helemaal tot voor zit. Want mij leek het zo onpraktisch met strikken. Ik vind het juist ook wel leuk dat het vanuit je schouder komt. Daar ben ik eigenlijk ook gewoon van uitgegaan. En mee dat ik de tekst lees, denk ik, oh, er is ergens iets fout gegaan. Dus we gaan dit nog even van hier tot hier strikken. En dat doen we dus ook aan de andere kant.
Ja, ben je nog niet zo ver? En dat is natuurlijk wel, wel een ding voor de mensen die natuurlijk terugkijken. Die komen dan opeens ook achter van hoop. Maar ben je nog niet zo ver, dan zou ik inderdaad ook gewoon het beleg eventjes loshalen. Of dat is strikt verwerkt wordt tussen het beleg. Nou, gaan we gewoon weer. Moet eventjes weer netjes openstrikken. Strijken, sorry. Wilde die niet meer doen? Nee, dat kon ik vergeten. Het water was op. Hier nog even een stukje strijken. Zo. En dan kunnen we natuurlijk heel mooi in dat achterhalsje spelden. Knipje op de middenachternaad. Oh, sorry, jullie zien mij helemaal niet. Ja, zijn we weer. Even op de middenachternaad het belegje. Speelt dus één goede kant. Je kunt ze ook allebei tegelijk doen. Maar ik adviseer eigenlijk gewoon om eentje te doen en dan de andere kant naar binnen te klappen. En dan smal op de kant door te stukken. Net wat mooier uit. Kijk, dan komt dit hoekje precies uit waar mijn beleg begint. En dan kun je dat zo heel mooi langs elkaar afstippen. Precies op elkaar uit. Dus dan stik je ook vanaf dat ene stiksel helemaal zo langs die achterhals. Naar dat andere stiksel. En nu gaan we dat dus stikken, daartussen. Zo, op een centimetertje. Je stikt dat dus netjes op een centimeter.
Nou, en als je dat dus... Oh, nu wel toch? Nu wel, denk ik. Of het was misschien net toen ik ergens fout ging. Ja, dit is veel mooier. Sorry, ik vind het echt... We gaan weer terug naar de strijkplank. Kijk, ik heb het nu heel netjes gestikt. Hier. En de volgende stap is natuurlijk... Hop, dit eventjes naar binnen leggen. Dan heb je hier het andere randje. Dat vouw je een centimeter naar binnen. En dat ga je dus zo doorstikken. Of vaststikken, laat ik het zo zien. Dus wat ik altijd doe, is ik speld hem aan de goede kant. Ik ga hem zo meteen in de naad vaststikken. Gewoon simpelweg. Omdat ik zo weinig mogelijk stiksels aan de buitenkant wil zien. Dus wat je doet is, ik ga even inzoomen. Ja, Monique, we kunnen niet zonder jou. Dat blijkt maar weer. Ik loop helemaal in de soep. Oh. Nee, komt goed. Ja. Ja, het komt gewoon goed. Ik speld hem dus aan deze kant in de naad vast. Zodat hij op de achterkant sowieso doorgestikt wordt. Oh, ik heb heel het gevoel alsof dat donderdag is. Maar dat is het helemaal niet. Zo, binnen, de binnenkant, en dan iets naar binnen vouwen, kijk. Nu heb je natuurlijk dat lelijke wit stiksel zie je nou weer. Maar dat maakt niet uit. Opzetten. Nou, en dan ga ik het in ieder geval in de naad vaststikken. En dan kunnen jullie natuurlijk kiezen of je dat zichtbaar doet of onzichtbaar. Misschien zeg je van... Ik ga hem doorstikken en dan race ik hem gelijk helemaal... Oh, even uitzoomen. Misschien dat je hem helemaal wil doorracen. Dus dat je zegt van, nou weet je wat, ik begin hier. En dan ga ik helemaal zo, het hoekje om. Bovenkant pak ik mee. En dat je hem helemaal, zeg maar, vaststikt. Of smal op de kant doorstikt. Je kan ook zeggen, nee, ik doe hem netjes in het naadje. Dus in de naad, een poging tot... blind vaststikken. Ja, nou daar gaan we weer zitten. Maar als ik hem nu niet goed blind in de naad kan stikken, dan zien jullie het gelijk. Met mijn wit garen. Nou, ladies, it all went well. En
nu moeten die mouwen er ook nog in natuurlijk. Oh, ik heb lang zit vandaag. Ja, kraagje zit erin. Het is niet helemaal netjes gestikt. Het ziet er natuurlijk nu extra niet netjes uit, omdat het een wit stiksel is. Ik weet niet of die nou... Oh, hij wordt warm. Kijk, zo kun je dus heel mooi straks dat... Nou, hartstikke netjes. En mocht je nu alsnog dit helemaal aan vast willen hebben... Of misschien zeg je, ik wil het maar 5 centimeter. Kun je natuurlijk dit met de hand vastmaken aan dat beleg, hè? Gewoon even met een handsteekje zo. Tot waar jij wil. Nou, laten we doorgaan. Ja, niet Suze. Nee, ja. Ah, ik ben hartstikke moe, joh. Maar ja, dat zien jullie ook wel, want ik ben weer fout aan het maken. Dat kan helemaal niet. Maar ja, we kunnen niet de hele dag pieken, denk ik dan maar. Oh. De mouw. Zo. Nou, dan gaan die mouw naast stikken. Hop, chop. Ja, ik ga zo meteen even een lekker glaasje water. Nee, ik drink dus geen cafeïne. Ik ben hartstikke druk voor mezelf. En als ik aan de cafeïne ga, dan is er normaal geen land meer met mij te bezijden. Dus ik drink geen cafeïne. Dat is het beste. Ik drink sowieso eigenlijk heel weinig. Ja, natuurlijk Fanta, denk ik. Maar dan ben ik net een klein kind. Fris die appelsap. En een jusje vind ik ook lekker. Dus... Nooit cola of iets. Ik ga even allebei die naden stikken. Dat is 1. Die ik al gespeld heb. Kijk, en de andere. Nee, ook geen Red Bull. Kan ik er helemaal niet tegen. Nee. Nee, Red Bull is voor grote mensen. Ik mag alleen maar appelsap en fris die. Nee joh, ik vind het allemaal prima. Ik heb er ook geen last van joh. Ik vind water gewoon hartstikke goed. En ze hebben het overal. Dus ik ben helemaal tevreden met een watertje op zijn tijd. Nou, gaan we weer door hoor. Hoppa, die mouw na te stikken op een centimetertje. Dat is 1. Oh, we hebben al veel afhaakt. Snap ik. Ik zou mezelf ook beu zijn. Oh, bijna 2 uur zit alweer te passen.
Zo. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon eerst even ook die manchet stikken. Ook daarvoor geldt dat je natuurlijk eventueel de helft kan gaan verstevigen. Is niet aangegeven in de tekst. Maar kun je wel doen. Omdat die gerimpeld wordt, is het wel vaak wat mooier om dat juist niet te doen. De manchet. Die moeten we nog even tekenen. Dus laten we hem gewoon alvast stikken. Ja. Eerst rond. Ik vind het namelijk altijd zo fijn als die mouw er al aan zit. Dan heb je niet dat hele werkje er langs zitten. Maar dan kun je gewoon. De kant op elkaar natuurlijk. Maar dan kun je gewoon hop die mouw er zo meteen in ritsen. En dan heb je dat ook weer gehad. Zo. Die gaan we even stikken op 1 centimeter. Sorry, jullie zien mij niet. Oh, dat ben ik weer. Nou, dan hebben we natuurlijk dat gestikt. En wat je nu ook ziet, is dat die manchet. Die is kleiner dan die mouw aan de onderkant. Nou, nu staat er dus ook rimpelen model 3. Dat begrijp ik niet helemaal. Want hier moet hij dus ook ingewerkt worden, zo te zien. Nu kunnen we natuurlijk kiezen hoe we dat gaan doen. Hij geeft aan hier op de tekening om er een stukje in te rimpelen. We geven dus de onderrand een rimpeldraad. Dat doe je heel simpel. Pak uit je spool en de bovendraad even een stuk van zeker 15 tot 20 centimeter. Zorg dat je machine niet aan of af hecht. Nou, en dan aan het einde pak je weer een stuk van 20 centimeter. Ik ga het je laten zien. Oh, kijk, die hard. Niet automatisch aan en af hechten, ook niet afknippen. Sommige machines hebben die luxe nou eenmaal. Sorry hoor. Ja, ik heb hem. Ik geef ook een grote steek hè, aan jouw draadje. Oh, hoppa. En dat doen we ook gelijk met die andere mouw, want we zijn dan toch bezig. Het mooiste is dus om twee rimpeldraden naast elkaar te doen. Eentje stik je op 0,7 centimeter en de ander stik je op 1,3. En waarom op die specifieke afmetingen? Nou, dat is heel makkelijk. Heel simpel gezegd, op het moment dat jij dit gaat aantrekken of aanrimpelen en je gaat het stikken, nou, het midden van 1,3. En 0,7 is 1. Dus als je precies op 1 stikt, dan zijn die rimpels heel mooi gelijkmatig verdeeld. Stikken dan. Ja.
1 en dan de volgende rimpel gaat daarnaast. En bij mij vindt mijn dingen al te rimpelen mee dat ik. Ik ga het jullie zo laten zien al als ik hem af heb. Dat werkt een stuk makkelijker. We moeten eerst even. Ik heb het met mijn hand achter die machine. Maar... overgang. Kijk. We hebben hier nu dus die mouw. En die heeft dus twee van die rimpelsteekjes naast elkaar. Even omdraaien. We willen natuurlijk dat die naad hiervan, dat het allemaal netjes op elkaar zit. Zit ik nou met de camera goed? Ja, we zitten met de camera goed. Dus die klap ik even dubbel met de verkeerde kanten op elkaar, zodat je eigenlijk echt die manchet al wel begint te zien. Zo, kijk. Tadaa. Nou, zo moet ik het niet. Dan... speld ik even die bovenranden op elkaar, zodat ze goed blijven zitten. Het werkt voor ons ook weer een stuk makkelijker natuurlijk. Zo. Dan zoek ik dus die mouwnaad op. Want dat is namelijk ook de plek. Overeen wil laten komen met. Iets verder naar voren. Dus dat speldje kan ik daar al wegzetten. Het is natuurlijk de bedoeling met die manchet dat het rondom gelijk gerimpeld wordt. Dus verdeel die ruimte goed. En dan kun je eigenlijk gewoon die manchet hebben. Bij mij klopt het nu gewoon wonderbaarlijk in één keer. Dus ik kan gewoon zo meteen in één keer die manchette eraf fietsen. Het geluid wat jullie horen, dat is dat schrijfijzer. Hij zegt, ik heb dorst. Zo. Dat is 1. Nou, dan ga ik hem op een centimeter stikken. Nu moet je natuurlijk niet vergeten dat je als je automatisch aan, afhecht en een hele reut meteen hebt, dat je dat dan wel weer op je machine moet zetten. En ik vind het toch altijd het makkelijkste om het gerimpelde deel aan de onderkant van de machine te leggen, dus tegen de steekplaat. Ja, je kunt de machette inderdaad nog verzeveren. Dat is zeker een idee. Ik gaf ook al aan net van dat dat een
dat dat wel een goede optie zou zijn. Er is hier gekozen voor niet. Ik vind het zelf altijd wel mooi als dat net wat meer body heeft, zeg maar. De rimpel eraan nu te verwijderen. Draadjes even eraf knippen. Er zit nogal wat wit. De rimpeldraden zijn er in ieder geval uit. Dan ga ik het je even laten zien. Nou. Dit is de manchet. Ik vind wel de manchet aan de grote kant. Maar dit is dus ook weer netjes heel fijn gerimpeld. Nu kan de manchet dus ook gestikt worden aan de andere mouw. De andere manchet. En dat doe je dus weer op dezelfde manier. Dus even dubbel vouwen. Goede kanten op elkaar spelden. Ik zie een vraag. Ja, Monique, klopt helemaal. De bovenkant van de klos geeft inderdaad een mooier resultaat. In ieder geval wel met de oudere machines. Ik moet eerlijk zeggen, die nieuwere machines, dat je eigenlijk bijna het verschil niet echt meer ziet. Wat nu de bovendraad en wat nu de onderdraad was. Mits de spanning natuurlijk wel goed zat afgesteld. Nu ben ik ook van mening inderdaad dat dat nogal lastig is. Want als je nou eenmaal op de verkeerde kant van de stof stikt, dan stikt je gewoon echt, je ziet gewoon waar je mee bezig bent. Laat ik het zo zeggen. En dat vind ik ook altijd het fijnste aan het naaien, dat je dingen ziet waar je mee bezig bent. Nu moet ik zeggen dat dat verschil, dat zie je natuurlijk vrijwel alleen maar met doorstikken. Nu kun je zeggen van, weet je, met doorstikken ga ik het gewoon eerst allemaal rijgen. Maar ja, daar heeft ook denk ik, heb je denk ik ook niet zoveel zin in. Maar in principe kun je dus wel, is inderdaad de bovendraad wel mooier dan de onderdraad. Ja, ik zou gewoon altijd zeggen dat het verschil is zo klein. Waarom ga je het jezelf moeilijker maken als het ook makkelijker kan? Dat is misschien volgens heel veel mensen een verkeerde reden. Ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die hier natuurlijk geen moeite meer hebben. Die hebben al zoveel dingen genaaid. Maar ik vind het dus, ik blijf gewoon altijd op de verkeerde kant van de stof stikken. Simpelweg omdat ik het gewoon wat makkelijker vind. En de ene keer stik ik wel op de goede kant. En de andere keer niet, ja. Het is echt afhankelijk van bij welke stap van kledingstuk ik ben. Ja, ik zal altijd even kijken naar de machine.
of er inderdaad veel verschil in zit, wat het verschil dan is. Je kan natuurlijk heel makkelijk zien door twee verschillende kleuren garens te pakken. Dus dat je de bovendraad van je machine even een andere kleur geeft dan je onderdraad. Als je dan een stukje stikt, dan kun je gelijk zien wat die spanning ten opzichte van elkaar is. En aan de hand daarvan kun je natuurlijk altijd nog beoordeel vellen of je toch nog moet rijgen of niet. Maar ik... Ja, het is altijd zo'n gedoe, hè, dat als je eerst alles moet rijgen om het netjes om het te doen. En als er misschien nu met de nieuwe machine helemaal weinig verschil is. Even de rimpeldraden eruit. Hop, dat zei. Nou. Nu gaan we die mouw in de top stikken. En we hebben natuurlijk een voorkant van de mouw. En we hebben de achterkant. Nou, de achterkant hebben we twee knipjes gegeven. Nu heb ik zo'n rafelige stof. Ja, ik zie nog wel mijn twee knipjes. Lucky me. Dus dit is de achterkant. Leg hem even zo weg. Dan weet ik dat dit de voorkant is. En nu kom ik weer met mijn trucje. Ik denk niet dat ik nog verder uit kan zoomen. Nee, dit was het. Ik zit met mijn top. Die heb ik hier vast. En mijn trucje zoals gewoonlijk. Ik ga hem even zo doen. Ik hoop dat jullie zien wat de voorkant is en wat de achterkant is. Dit is in ieder geval mijn mouw. Dat zien jullie wel, hoop ik. Ja, dit is mijn mouw. Dit is altijd mijn trucje. Ik leg die mouwen even weg zoals ze uiteindelijk komen te zitten. En dan speld ik dus eerst aan de onderkant eventjes die mouw met de goede kanten op elkaar. Nou, dan ga ik even naar boven. En toevallig is die plooi natuurlijk. Dus dat is ook echt de bovenkant van de mouw. Dus omdraaien zo. Ja, en dan ga ik dus met mijn hand door je panden, trek ik mijn mouw zeg maar erin. Zo, hopzatee. Dus nu zit mijn mouw tussen mijn panden en kan ik verder gaan spelden. Ik denk dat je voor dit model ook een satijn kan pakken. Maar dat luchtige, dat voile vind ik wel echt altijd heel mooi. En ook zeker voor deze tijden van het jaar. Het is ook lekker luchtig. En het is natuurlijk leuk dat je dit niet alleen in de winter aan kunt, maar ook in de zomer. En het satijn is wel iets zwaarder natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, maak je dit een hele mooie de satijn met een fijne glans, dan is het ook wel echt heel chic. Ja, het is gewoon maar net wat je hebt liggen. Ik denk, dit is zo'n modeltje. Ja, kijk maar in de winkel, je ziet ze nog wel eens hangen ook. Dit soort topjes, ja, en je hebt ze in allerlei verschillende soorten stoffen. Nu heb ik ook, we hadden hem ook destijds in de knip gemaakt met een hebben we hem ook gemaakt met een mooie viscose kwaliteit. Dat zag er ook echt top uit. En ik had hier ook een ribje toe. Ik ga overigens de onderkant zo meteen gewoon verzomen. Je ziet dus ook deze mouw dat hij enigszins wat ruimte over heeft. Kun je heel makkelijk verdoezelen. En dat doe je dus door bol te spelden. Zie je dat? Ik leg mijn duimen eronder, zo. En ik speld hem dus bol, waardoor mijn buitenbocht, dus de buitenbocht is in dit geval de mouw, is groter dan mijn binnenbocht. Klinkt misschien een beetje vaag. En zo kan ik wel heel mooi die ruimte inwerken.
Nou, dat is één. En deze ga ik ook gelijk even stikken. Ja, dunne viscose zou zeker weten lukken. Ja, en gewoon netjes rustig werken natuurlijk, hè. Het pedaal dichterbij. Want hij geeft niet meer zoveel gas als ik wil. Zo. Nou, die zit er al in. Gaat vanzelf. Zo. Ik zal het even laten zien. Waar is hij nou? Kijk, hier is hij. De mouw, hij zit er al in. In één keer. Net zo makkelijk. Zelfs het bootje aan de bovenkant. Loopt mooi mee over. Nou. Natuurlijk straks even al die witte draden in nog eruit halen. Maar die zit in ieder geval, dat is één. Nu de andere kant nog. Waar is die? Oh, hier is mijn andere schat. Pak die onderkant weer. Daar die mouw naast. Ook beklappen. Zo. En dan hop, zette die mouwen in. En we kunnen hem gelijk door gaan spelden. Even de top, de bovenkant. Kunnen die ruimte daartussenin, mocht het nodig zijn, een beetje verdelen. Sowieso altijd mooi om, als er wat ruimte is natuurlijk, ook een duim te spelden. En dan ga je zien dat dat heel gelijkmatig gewoon wordt verdeeld. Hè? Dus dat dat heel netjes, doordat je die buitenbocht eigenlijk en die binnenbocht op elkaar afstemt, kun je dat heel mooi verdelen. Ja, dat is misschien allemaal zo vaag, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik zeg. Hey, groetjes terug, uitzenderd. Kijk, en dan rooi je hem over die duim. Ook hier weer over die duim. En nu ben ik dus bij die top beland. En een tip vanuit mij is, begin dan weer van onder. Ga niet van die top weer naar beneden spelden. Want als je dus ruimte overhoudt in die mouwkop, wil je die aan de bovenkant overhouden. En niet aan die onderkant. De bovenkant kunnen we nog mooi delen. Kijk, dat zie je nu. Het is een klein beetje ruimte over. Nou, dan leg ik hem weer over de vingers. Het is echt even een handigheidje die je moet. Het is eigenlijk een soort gevoel wat je op een gegeven moment een beetje in die vingerspitsieke vuur moet je krijgen. En dan heb je dat allemaal zo ingewerkt en ingefiet. Maar het is even wennen.
Nou, ik heb hem helemaal rondom gespeld en nu kan ik hem weer gaan stikken. Knippen jullie eigenlijk thuis altijd die mouw op met 1 centimeter naad of misschien 2 of misschien zelfs 3? Dan vroeg ik me af. Ik kan me voorstellen, kijk, ik knip altijd alles met 1 en dat is niet dat jullie dat ook moeten doen, maar dat is meer voor mezelf dat ik niet vergeet hoeveel naad ik eraan heb gestikt, want in mijn hoofd is dat gewoon automatisch piloot. Oh, alles is 1. Ik moet voor mezelf ook gewoon exact op 1 centimeter stikken. Maar ik kan me voorstellen als je net begint en je vindt zo'n mouwkop en zo allemaal nog lastig, dat je misschien denkt, hey, ik geef hem 2 centimeter, zodat mocht het fout gaan, hebben we een beetje speling. Dan moet ik even terug, moet wel reacties teruglezen, want nu zie ik het allemaal niet. Ja, nou Mia, ik heb eigenlijk deze top ook, dat denk ik me nu, eigenlijk nu jij het zegt. Ik heb deze top ook in het zijde. Ik heb hem ook ooit een keer aangehad voor mijn live naailes. Dat denk ik me nu ook. Dus met een bloemenprint. Het helemaal in het begin was dat, toen Sanne nog ging, toen Sanne nog filmde. Maar ik heb zeg maar de top in de zin van... Ook met zo'n strik. Hè. Het is niet deze top natuurlijk. Deze top is uniek. Ja, maar is straks jullie in die kledingkast. Ja, toch leuk dat er heel veel verschillende antwoorden uitkomen. Ook 1, 1,5, 2. Ja, ik denk dat het gewoon maar net is wat je fijn vindt en wat je gewend bent. En niks is goed of slecht, hè? Zolang je mouw maar gewoon uiteindelijk klopt en erin past, is alles goed. Oh, ik wou nog even iets zeggen. Ik weet niet of jullie die simpel en snel altijd leuk vinden, die stappen. Maar we zijn dus nu ook weer bezig voor die Clip Academy. Ja, komt ze weer, denken jullie. Hier is ze weer hoor, ja. Voor die Clip Academy, superleuk. Je moet even op de Instagram kijken. En dan zie je allemaal fotootjes en snaps. Oh. En van hoe we het doen en hoe het eruit ziet. En proberen jullie daar ook allemaal op de... Proberen jullie daar ook allemaal op de hoogte te houden. Maar we hebben dus nu weer een nieuwe cursus. Met allemaal techniekjes. We hebben stap voor stap foto's in zitten. Ja, superleuk. En we hebben natuurlijk ook nog die andere cursus. Die ik de vorige keer had gezegd. Halve cirkelrok hebben we. We hebben de beginnerscursus. Maar als ik jullie was, zou ik gewoon eventjes rondspitten op die website. En gewoon volgen op Instagram. En dan kun je ons gewoon op de hoogte houden. En dan zie je ook dat het... Dus eigenlijk heeft een hele eigen draai hebben we het gegeven. Het is echt weer wat anders. En niet te vergelijken met wat jullie tot nu toe natuurlijk al kennen van de knipmode. Het is gewoon allemaal, weer het gewoon even op een andere manier jullie les te geven. Of in ieder geval uitleg te geven om nieuwe kledingstukken te maken. Dus ben je beginnende naaister, dan is het helemaal top. Ben je geen beginnende naaister, maar vind je gewoon het heel leuk om gewoon leuke tips en tricks te krijgen, filmpjes te kijken. En misschien vind je het model wel superleuk. Dan zou ik zeggen, kijk eventjes. Oh, ja, mijn strijkijzer. Ik had beter eerst mijn strijkijzer aan kunnen zetten en daarna beginnen met bessen. Ja, maar dat is ook de reden waarom ik het aankaarte inderdaad. Omdat in het tijdschrift zetten wij altijd inderdaad 1 tot 2,5. En dat doen we natuurlijk met een reden.
Omdat je vaak ziet dat bij die mouwkop, dat het allemaal gewoon wat lastiger is om te verwerken. Kijk, en met dit stofje is dat bijvoorbeeld natuurlijk helemaal lastig. Maar er zijn ook stoffen, bij de ene stof gaat het makkelijker dan bij de ander. Ik pak even vast mijn vriendinnen bij, terwijl mijn strijkijzeren ophangt. Maar daarom vraag ik het ook. Het is echt volledig aan jezelf wat jij het fijnste vindt. Ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen als jij bijvoorbeeld een mooie mantel gaat maken of zo. En je wilt dat heel mooi... Oh, waar is mijn zoonmaatje nou? Die had ik net... Oh, wat begint hier weer een redelijke bende te worden, jongens. Oh. Nou, hier in ieder geval niet. Nou ja. Oh, ik ben toch ook echt... Een miep, hè? Een miep. Oh. Nou, Heidi, het is de moeite waard om Instagram aan te maken. Instagram of gram, dat maakt ook niet uit. Nou, ik ben toch dat zo'n maatje. Ik heb het net gewoon vast gehad. Ik ben toch geen piepo. Kijk, zo gaat het nou de hele dag, hè? Hebben jullie dit nooit in jullie naaikamer dat je denkt, ja. En waarschijnlijk ligt het zo meteen op een hele makkelijke plek. Nou, ik hoop maar dat dit herkenbaar is bij iedereen. Oh ja, gevonden. Ja. Het is gewoon een beetje verschoven. Bij de schaal linksboven. Ja, jullie. Jullie zien het gewoon. Sorry. Kijk, gaat lekker hier ook. Ja. Ja. Ik zag dat dan weer niet, want zo ver kwam het niet. Ja. We zijn eruit. Dankjewel. Dankjewel. Wie zei nou het verlossende antwoord? Oh ja, Maria, dankjewel. Scherp. Nou, hier dat zo'n maatje natuurlijk, dat hebben we dat. Kijk, op. Oh. Ik ga even kijken of ik een beetje kan close-uppen. Oh, andere kant op. Het is niet heel speciaal, maar kijk, hè, het is toch altijd wel makkelijk. Ik weet niet of jullie de thuis zo'n ding hebben. Ik weet niet onder andere wat 1 centimeter precies is. Zomer. Kijk, sommige, je kan hem natuurlijk ook met zo'n boog doen, hè? Dat is ook prima. Oh nee, hij zegt ook stik een inslag van de zoom in de onderrand. Mijn stoom is op, dus ik heb niet veel meer gestoomd. Ik moet nu gewoon de ouderwetse manier met de bout. Dan moet je natuurlijk eerst die rand even afwerken. Dat snap ik niet wel. Maar dat hebben we natuurlijk ook al gedaan. Kijk, tot zover het gebruik. Mijn strijkijzer is gewoon helemaal niet warm. Oh, hij doet het gewoon helemaal. Hij doet het gewoon niet. Zie je. Ja, dat stikken we natuurlijk. Strakjes netjes allemaal. Oh, Monique, heb je niet zo'n zo'n maatje? Nou, dit is wel easy hoor. Kijk, wat je doet is, je hebt dit dus. Kijk, zo. Hop. En dan klap je hem om. Kijk, en tot dit puntje is het precies 1 centimeter. En als je nou een zoom wilt van 3, kijk, dan klap je hem zo om. Kun je ook zo een beetje duwen zo. Kijk, en dit is je 3. En als je 2 wil, dan doe je zo. Kijk, dan is het 2. Dat staat hier. Je kan zo ook bijvoorbeeld... Zo heb je 6 centimeter hier. Dat is een flinke. Nou, een flinke. Kijk zo. Kijk, zo doe je dat allemaal. Dat is best handig. Ja, die bout. Nou, ik ga het gewoon even hop, chop, spelen. Ik dacht, we strijken hem erin. En hoppa, machine eroverheen. En klaar.
Oh, dus ik vind het stofje zo mooi. Als ik het zo op de plank zie, dan denk ik ook, oh. Ja, ik doe dus ook, ja, ik kan daar niks aan doen. Nou, ik heb een superleuke gast. We hebben een stagiaire. En ik vroeg of hij gisteren iets voor me wilde knippen. Ja, hij zei, ja, is goed. Dus ik zei, ja, maar knip je wel met 1 centimeter naad? Hij zei, ja, zo ongeveer toch? Ik zei, nee, exact. Dus hij zei, huh? Maar jij doet dat toch ook niet? Jij knipt het ook gewoon zo uit. Dus ik zei, ja, pak je meetlat maar. Dus toen gingen we met het meetlintje. Gingen we kijken, meten. Ja, en toen zag je wel dat alles exact 1 centimeter was. Dus klimmakers oog, bouwvakkers oog. Maakt niet uit, het was nauwkeurig. Dus als je vaak genoeg knipt, dan hoef je op een gegeven moment, heb je eigenlijk bijna niet meer zo'n maatje nodig. Want dan kun je zelf al inschatten hoe groot het is, hoe groot je zoon is. En dit is weer zo'n gevalletje van ga je nou op de goede of de verkeerde kant stikken. Dus wil je op de goede kant stikken, nou dan kun je inderdaad beter verrijken. Hij zit erin gespeld. Ja, ik heb hier ook een Timmermans oog. Ja, ik vond dat ook. Ja, dat weet niet over mij. Maar ik vond dat dus vroeger zo geweldig. Ik had 1 vriendin. En die had dus allemaal hout in de tuin. Ja, en ik vond het zo ontzettend leuk om dan een hut te bouwen of te timmeren of weet ik veel wat. Je hebt hier in het dorp, heb je dus ook, ja dat heet, het is eigenlijk een soort jeugdcarousel als het ware. En dan had je ook hutten bouwen week. Ja, ik vond dat toch top hè. Wat je dan deed, is je had hele grote, het was helemaal met men. Ik ga ondertussen ook even trouwens praten en breien tegelijk. Maar je hebt dan zo'n heel, allemaal pallets waren er. En dan heb je dus huttenbouwweek. En dus dan wordt er elke keer een thema. Je hebt nepgeld. Je moet je pallets gaan halen op de veiling. En er zat een heel verhaal achter. Ja, ik vond dat helemaal top. Want ik vond niet, ik wou gewoon lekker hutten bouwen en timmeren en weet ik veel wat. Ik heb eigenlijk helemaal niks met dit te maken. Dat maakt niet uit. Wel met Timmermans ook. Daar kwam ik erbij op. Ik heb het nog steeds trouwens. Ik vind patroontekenen ook eigenlijk het leukste aan het hele vak. Aan het naaien, zeg maar, door die. Heb je mij? Ik vind het gewoon zo leuk om lekker te puzzelen, te meten, te rekenen. Ja, 1 centimeter, Sylvie. Ja?
Nou. Daar is hij dan. Ja, vakantieweek bij Soppetje. Cartoonen. Even spieken. Cartoonen. Stretch, satijn. 97% katoen en 3% pijn. Kan volgens mij toch? Ja. Ja, dat kan gewoon. Als je iets met stretch gebruikt, Sandra, zou ik wel even, als het kan, een naadbandje strijken in de achternaad. Achter, schoudernaad. Schoudernaad van het achterkant. Sorry, zijn we dan. Bij de schoudernaad van het achterkant. Daar zou ik dan wel even een naadbandje strijken. Zodat hij lekker in ieder geval uit is. En dan vormt hij veel mooier op de schouder. Maar verder denk ik dat het makkelijk moet kunnen. Nou, een slokje gedronken. Nou, super. Nou, ik denk dat het dan helemaal goed komt. Satijn, ja, ook heel mooi. Oh, mooi satijnen blouse. Een mooie zijde. Nou, ik heb het nu weer erbij gepakt. Want we hebben nu alles gedaan, toch? Ik kleed er wel weer aan. Maar volgens mij... Claudia, hebben we alles gedaan? Volgens mij. Nu vraag ik me dus af. Nu ga ik. Volgens mij moest het ook gewoon zo. Die hele vraag. Ik ga nu eerst even spieken. Sorry. Ja, dat is een goede. Altijd even checken of de stof soepel genoeg is. Ik ga nu eerst even kijken op die Facebook, op de foto. Oh. Hebben jullie de foto gezien? Gewoon even nieuwsgierigheid. Die kan ik trouwens gewoon zien. Top 22 oktober 2019. NOS Journaal. Nou, jullie zien het misschien wel. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb mijn vriendin hier aangekleed. Oh, het is wel sexy. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben het ook wel weer even mooi allemaal weer gedaan, hè, hier. Ik ga erop tillen. Ik zit even te kijken hoe ik het even op kan zetten. Op een kleine verhoging. Ja, nu zien jullie het niet meer. Dat is een te hoge verhoging. Ik zit weer even te sleutelen. Ik pak even iets. Oh, hier heb ik een prullenbak. Oh, zit er in. Normaal zijn bij mij de prullenbakken leeg. Oh. Zo. Yes. Ik zie het eigenlijk even niet, hè? Ik moet even dichterbij komen. Ik kom even dichterbij met die camera. En een beetje naar boven ga ik schijnen, zodat jullie alles goed kunnen zien. Ik kom eraan. Kijk. Oh, kijk nou. Het gaat hartstikke goed zo. Ik zal oppassen dat ik niks... Kijk nou, dit is ze dan. Ik ga even een mooi strikje erin doen. Nou, zie je, hij is hartstikke leuk geworden. Ik moet eerlijk zeggen, het was een bevalling. Kijk, ik doe eventjes deze zo. Oh, een hele andere point of view natuurlijk nu. Kijk, hartstikke leuk. En dan doen we een mooi strikje natuurlijk. Nou, en als jullie nou die halve cirkelrok nog willen, kun je dat gewoon... Oh, zo. Dat is natuurlijk een beetje kort. Kunnen jullie natuurlijk gewoon eventjes
op de Knip Academy bijvoorbeeld, die halve cirkel rokken over die cursus. Superleuk is dat. Dan kun je die er ook nog onder maken. Oh, even zo. Ja, weet je, die camera komt nu van onder. Hoppa. Ook de achterkant nog eventjes. Zo. De plooitjes zitten er mooi in hier. Ja, en weet je, het lijkt heel veel poespas en zo, maar dat valt natuurlijk allemaal reuze mee, hè? Ja, leuk, zo'n topje. Gewoon eigenlijk, kijk, nu, dit is wel een beetje sexy. Maar dit stofje leent zich natuurlijk ook gewoon voor. Kijk, hier zit hij ook gewoon mooi. Nou, ik kan me dus ook voorstellen, kijk, als je dit zo allemaal in een mooie broek doet of zo. Ja, hartstikke leuk. Ja, klopt. Die broek van de vorige keer ook super. Om die erbij te dragen. Echt, ja, nou, ik ben helemaal tevreden, hoor. Duimpjes thuis. Ja, top. Kijk, en ik denk ook dat dit eigenlijk gewoon zo heeft moeten zijn. Die kraag. Ik kan ook natuurlijk een beetje los. Ik ben wel benieuwd naar hoe jullie top eruit ziet. Nu moet ik even nadenken. Want we hadden iets bedacht. Om even daar kijken, want daar zijn jullie. We hadden iets bedacht op het moment dat we... We moeten dit eigenlijk gewoon een naam geven. Want als je iets wil posten op Instagram of wat dan ook, heeft het nog... heeft het een naam, een beestje moet dan een naampje hebben. Dus laten we afspreken, als je deze top hebt gemaakt en je wil hem graag delen met anderen, dat je dan gewoon hashtag Angelique2019 intikt. En als je dat dan intikt, dan krijg je deze top. Dus top. Oh, moet ik even goed zeggen. Hashtag. Ik ga het gewoon even typen. Dat is net zo makkelijk. Dat kan namelijk ook allemaal tegelijk. Hashtag top Angelique 2019. Zo. Laten we hem hashtag top Angelique 2019 noemen. Misschien zeg ik het helemaal fout. Ik weet het niet. Maar bij deze, dit is de eerste keer dat we het doen, dus het kan nooit fout zijn. Dus heb jij deze top ook gemaakt en wil je hem delen? Tik dan gewoon hashtag topangelique2019. Want dat is natuurlijk ook leuk voor de mensen die hem nog willen gaan maken. En inspiratie op willen doen voor hun stofje. Want wanneer zij dus hashtag topangelique2019 intikken, kunnen zij ook jullie kunstwerkjes zien, wou ik even zeggen. Dus... Dat willen we eigenlijk proberen. Nou, er zijn nog 54 mensen. Dus straks hebben we 54 hashtag top Angelique. Ik hoop dat jullie het allemaal wel leuk vinden. En al deze filmpjes kun je gewoon blijven kijken. Kijk, af en toe gaat er iets fout. Het is natuurlijk live. Ik kan wel alles perfect doen. Maar ja. Ja, het is wel een... Ja. Laatst, wie was dat nou? Was dat nou Klauw? Ja, vast bij iemand thuis. Die zei, nou, mijn vriend vindt hem zo een stuk leuker. Nou, die vindt het wel leuk, hoor. Maar oké, nu weer genoeg gekletst. Het is 10 uur. Het is bedtijd. Mijn telefoon zegt, Lot, het is klaar voor vandaag. En jullie zijn hopelijk ook bijna klaar. Heel veel succes nog met de laatste loodjes. Heb je vragen, kun je ze natuurlijk altijd nog onder de Facebook-post even stellen. Mocht ze er niet aan uitkomen. En vergeet niet aan het einde van de rit natuurlijk hashtag topangelique2019 te zetten op het moment dat jij het kledingstuk gaat posten. Oh ja, fijne feestdag. Goeie Maria. Oh, ik ben het alweer helemaal vergeten. Oh nou Henny, wat fijn. Ook. Oh, kijk nou. Ik was helemaal vergeten. Het was de laatste van het jaar. Nou, we zijn er gewoon weer in 2022. Willen jullie datum alvast even prikken? Want die weet ik. Gebeurt ook niet altijd. Maar hij staat vast. Het is namelijk 19 januari is de volgende live naailes. En wat het gaat worden, dat zien jullie allemaal nog wel ergens terug. Dus hele fijne dagen. Geniet ervan. En fijn dat jullie ook dit jaar weer gewoon zijn blijven kijken. Dus tot ziens. En nu ga ik echt stoppen. En tot over een maandje weer.